speeldier. Viva Panda! En eet bamboe met plezier. Viva Panda! De jungle, de zee, avonturen, ga je mee? Viva Panda! Viva Panda en de verhuizing. We hebben weer een nieuw verhaal, jongens. Een nieuw verhaal van Pipa Panda. Eens even zoeken. Hier heb ik hem. Pipa Panda en de verhuizing heet het. Zijn jullie wel eens verhuisd? Nee? Nee. Nog nooit? Nou, luister. Dit gaat over een verhuizing. Dan weet je meteen hoe dat gaat. Vier vrienden lopen door het bos. Het zijn Pipa Panda, Otto, de olifant, Juffrouw Fien, dat is de giraf, en Bogie het aapje. Bogie die rijdt lekker mee op de zachte rug van Juffrouw Fien. Pipa Panda moet goed opletten. Ze zijn namelijk, jongens, op bomenjacht. Bogie het aapje zoekt een nieuwe boom om in te wonen. Pipa Panda die kijkt overal naar links en naar rechts, in het midden, omhoog en naar beneden. Kijkt overal rond, maar ze heeft nog nergens een geschikte boom gevonden voor Bogie. De oude woonboom van Bogie die staat er helaas niet meer. Otto de olifant die heeft hem per ongeluk omgeduwd, die boom. Toen hij met zijn grote olifantenhuid aan het schuren was tegen een boom, toen heeft hij hem zo omgeduwd. Weten jullie waarom olifanten dat doen? Dat ze zo af en toe zo... Ja, omdat ze jeuk hebben. Ja, precies, omdat ze jeuk hebben. Dan gaan ze zo lekker schuren tegen een boom. Maar ze zijn zo sterk, dus hij was omgevallen. De dierenvrienden zien een mooie bananenboom. Nou, dat komt goed uit, want apen zijn gek op bananen. Bogie, is dat niet iets voor jou? Vraagt Otto de olifant. Maar Bogie die schudt zijn hoofd. Nee, want dan word ik de hele dag door andere apen lastiggevallen die naar sappige banaantjes op zoek zijn. Nee hoor. Hé, jammer. Pipa Panda die kijkt om zich heen, maar ze ziet alleen maar lage struiken. Zien jullie ergens, jongens, hier een geschikte plek voor Bogie? Zie je een boom? Ja, zou dat wat zijn? Ik weet het niet, ik weet het niet. Kom, we moeten verder, zegt Juffrouw Fien de giraf. Hier verderop zag ik een heel groot bomenbos. Die lange nek van Juffrouw Fien, die is natuurlijk ideaal als je op bomenjacht bent. Hè? Want die steekt overal bovenuit. Dus zij kan in de verte al hele bossen zien. De dieren die stappen verder. Ze lopen nog wat verder door het bos, stapper de stap, stamper de stamp, trippel de trip. En ja hoor, verderop is een heel mooi bomenbos. Dikke bomen, dunne bomen, met hele lange takken, met korte takken, met dikke stammen. En daar hebben we Bogie, die kijkt dus even rond. Oh, zoveel keuze, zoveel mogelijkheden. Welke zouden jullie kiezen? Deze? Die daar? Ja, maar deze staat te veel in de zon. En deze staat weer te veel in de schaduw. Deze is mooi, ja, maar veel te stekelig. Ook niet. Oh, die daar? Kijk, dit is een mooie. Hier zou ik wel in willen wonen. Kijk, nou, volgens mij heeft hij er eentje gevonden, jongens. Dat is een mooie boom. Hij kiest de mooiste en de hoogste boom, daar. Die kiest hij uit. Die had ik. Ja, jij had hem ook gekozen. Heel goed. Nou, hij gaat eventjes testen of de wortels wel stevig in de grond staan. Dus hij vraagt Otto de olifant om even aan de boom te schudden. En die begint met zijn slurf aan de boom te schudden. Pipa Panda die vindt het maar spannend. Die doet voor de zekerheid een paar stapjes naar achteren. Want de vorige keer dat Otto de olifant een boom aanraakte, toen viel hij zomaar om. Maar het loopt goed af. De boom blijft stevig staan, dus hij is helemaal goed. Bogie slingert zijn nieuwe woning in. Hij begint zijn nieuwe huis meteen in te richten en gooit allemaal takken en bladeren op de grond. Juffrouw Fien, de giraf en Otto die zijn daar dol op takken en bladeren. Ze beginnen lekker te smullen. Wat een tractatie. Zeg Pipa Panda, wil jij geen takje? Otto biedt hem een verse tak aan. Nee, dank je. Pandaberen eten alleen maar... Wie weet het? Bamboe. Ja, bamboe. Dus Pipa Panda, die bedankt voor de takken. Hé, kijk nou eens, jongens.
Otto? Willen jullie soms een lekker vers takje om op te kauwen? Wij? Otto, je weet toch dat kinderen geen takken eten? Die willen liever een snoepje. Toch, kinderen? Ja, wij willen snoepen. Geen takken eten, toch? Geen takken, nee. Nou, Pipa Panda is ondertussen wel benieuwd hoe het nieuwe huis van Bogi er van binnen uitziet. Dus ze klimt omhoog. Bogi voelt zich helemaal thuis en die ligt lekker lui op een dikke tak. Hij ziet er opgelucht uit. Ben je blij, Bogi? Ben je blij? Vraagt Pipa Panda. Dolblij, antwoordt Bogi tevreden. Vind je het dan niet vervelend om te verhuizen? Vraagt Pipa Panda zich af. Alles is hier nieuw. Dan ken je de weg niet. Hoe weet je nou bijvoorbeeld in welke boom je je verse bananen moet halen? Maar Bogi die zegt dat hij dat overal zou kunnen. Hij zou overal kunnen wonen. Als ik maar genoeg bos heb waar ik ongestoord kan blijven klimmen en klauteren en slingeren, dan ben ik tevreden. Pipa Panda is trots op haar stoere vriend. Ze geeft hem een dikke knuffel en klautert naar beneden waar Otto de olifant en juffrouw Fien nog lekker aan het smikkelen zijn. Vanaf de grond zwaaien de drie vrienden Bogi het aapje uit. Slaap lekker voor straks, roept Pipa Panda. En samen met Otto en met juffrouw Fien loopt ze terug naar huis. Eenmaal terug in haar bamboenestje ploft Pipa Panda neer, pakt een dikke bamboestengel en begint lekker te kauwen. Zullen we er smakelijk eten wensen? Daar is de Pipa Panda. Smakelijk eten! Dag Pipa Panda, eet smakelijk. Zullen we dat even zeggen? Het is wel zo netjes, hè? Eet smakelijk, Pipa Panda. Lekker eten. Dag. Dag, Pipa Panda. Tot de volgende keer, jonge ontdekkers. Voor meer dierenplezier, ga naar bamboeclub.nl. Doei!